Yo mensen, Jarrask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Jarrafield aflevering hier op mijn kanaal Jarrask Gaming. Vorige week hebben wij natuurlijk een dubbele aflevering geüpload. We hebben natuurlijk daarin twee Team Deathmatch potjes gespeeld. Vandaag gaan we ook weer gewoon lekker een Team Deathmatch potje spelen op de map Caspian Border. En ik ken dat iedereen natuurlijk deze map wel kent. Want deze map staat natuurlijk ook in de Battlefield 3. Pak onze SAR 21 erbij, want die heb ik net ook al heel eventjes snel gebruikt. En ik heb er een nieuwe Red Dot site voor unlocked. Geen flauw idee hoe dit ding heet, maar we gaan gewoon even kijken of dit ding een beetje chill is om te gebruiken. En ik heb er een triple laser site op staan. Dat zijn drie laser dotjes bij elkaar. En daar loopt de eerste persoon, hallo. Maar waar is de rest? Dat is al het begin van zo'n Tinnitus potje. Wat natuurlijk heel erg rustig start. En na een tijdje pas actievol begint te worden. Oh, ik dacht dat die vent helemaal om was gelopen. Maar die was ook gewoon dwars door het midden gegaan blijkbaar. Ik wist dat hij er zat. Die eye protect die me nu killde. Maar ik had niet verwacht dat hij daar zou staan. Maar ja, weet je, dat is een mooie route die hij heeft gelopen. Daar kan ik niks anders op zeggen. Kut ding, hè? Dank je. Dat is zo irritant dat als je net zo'n map begint, dat nog niks kapot is. En een tijdje, als deze map is afgelopen, is natuurlijk alles helemaal naar de kloot. Is alles kapot, is alles gewoon helemaal verrot. En nu is alles nog heel. Maar daardoor moet je ook overheen springen, et cetera. Et cetera. Heel, alsjeblieft, teammate. Oh, what the fuck? Zo, volgens mij komt er nog één, Waar zit die gozer? Er zit er hier nog een. Ik weet alleen niet waar. Ik heb deze map al een keertje eerder geüpload. Toen zat iedereen te campen, als jullie dat nog weten. En in dit potje is niet iedereen aan te campen. Maar ik heb de ballen. Een idee waar ze lopen. En oeh, dat was een mooie kill. Oh, ze zitten allemaal daar. Kijk. Nee, ik ben aan het reloaden, motherfucker. Oh man, wat een timing, ouwe. Wat een timing. Ik wou net doorrennen. En mijn teammate die doet niks. Ja, hij schiet nu. Hij schiet nu en hij schiet alles mis. Yep, hij heeft niks eraan geschoten. Hey teammate. Ik geef jou een applausje, maat. Want jij bent echt de rechtste persoon ooit in Battlefield. Zelfs ik kan nog rechter schieten. En ik ben slecht in dit spel. Er staat hier volgens mij iemand. Ja, daar dus. Zo, wow. Wow, ik zit mijn teammate uit te maken dat hij scheef is. Maar zelf kan ik er ook geen ene zak van. Dit is karma. Het was pure karma wat ik hier op mijn kop kreeg. Kut karma. Ik wil die fan nog wel killen nu hoor. Ik schoot nu zo scheef omdat ik mijn teammate uit ging lachen. Dat was echt, keiharde karma op mijn kop. Maar nu hoop ik wel weer dat ik raak kan schieten. Dus als je niet raak zit, dan kan je ook geen kills pakken. Dan ga je natuurlijk alleen maar dood. En er zit een sniper daar ergens. Ik weet niet precies waar, maar ik hoorde we spotted de sniper. Dus ik ben snel weggegaan. Jongens toch, weer die protect. En nu loopt hij wel helemaal om, man. Ik sta 4-2. Dit moet beter, man. Dit moet beter. Teammate zit er een naast je. Ja, lekker, jongen. Top. Dit moet beter, man. Maar normaal gesproken lopen ongeveer de teams wel bij elkaar. Maar op deze map is het zo dat iedereen letterlijk voor zich loopt. Niemand die loopt bij elkaar. Iedereen die gaat zijn eigen gangje. Iedereen loopt zijn eigen route. En dat maakt het heel erg moeilijk om hier ook een goede score te halen. Want als je er één tegenkomt, dan staat er letterlijk op de plek waar jij bijvoorbeeld bent gespand, staat er weer eentje of zo. Dus het is heel erg moeilijk om hier in te schatten waar de enemies precies lopen, waar ze naartoe gaan. Etcetera, etcetera. Ik moet snel de weg oversteken. Want er staat sniper. Dankjewel. Dat was één sniper. Die rent erop af. Dus die is er slim van hem. Er staat nog ergens een sniper. Kut. Er zit er nu één naast me. Langzaam maar zeker ren ik stukjes door. Want er is één ding zeker wat ik niet in het potje moet doen. En dat is er super snel op afrennen. Kijk maar. Dus als ik nu was doorgerend, was ik sowieso 100% dood geweest. Maar er lopen nu twee mensen voor me. Doe het granaat. Dan loopt er ook namelijk nog één links van me. Ik ben hier zo hard fucked, want ik word nu door alles. En ook echt alles geraakt. En oh joh, gek, die RPG-kogels zijn niet normaal, joh.
Holy shit, hij heeft gebouw geblazen. Ik ben hier weg. Yep, later vriend. Zo, die vent is ook kaart geraakt, jongen, niet normaal. Teammates zitten nog steeds bij me, dat is één pluspunt. Alleen ik zit wel zo goed als opgesloten nu, want er staan ongeveer 5 à 6 enemies voor mij. Die ik onmogelijk zomaar kan killen. Dus ik laat ze lekker naar me toe komen. Vanzelf is hun geduld op en dan kan ik ze afknallen, dat is één. Die heb ik ook kaart geraakt er in de verte. Ik zie hier elkaar natuurlijk ook de hele tijd, dus dat maakt het nog wat moeilijker ook. Die heb ik ook. En er zit er nog eentje. Dit is nog een laatste. Helemaal de laatste zit er nog ergens. Hebben jullie die teammates? Nee, hij zit er nog. Ja, je hebt hem nu. Nice. Oké, lekker jongens. Dat waren er weer twee. Nice. Er zit er nog eentje daar bovenop. En die is ook down. Lekker jongens. Zo moet je... Er zit er nog één bovenop, joh. Zo moet je... een kamp van de enemies clearen. Dit is nice. Oh, ik heb geen ammo meer. Fuck, ik moet even ammo gaan ophalen. Ik had wel weer een mooie kill daar, joh. Oeh. Geef mij even je clash. Wow, wat is dit voor kutscope? Holy shit. Zo kan je dan niet snipen, man. Geef me eens een andere clash. Oké, ik heb een andere clash. Ik revive mijn teammate niet. Want ik heb nu een hele andere clash vast. En dit is zo te zien ook een medikit. Een medic clash. Een assault clash, hoe wil je het noemen. Alleen, ik heb geen flauw idee. Is het een M16? Volgens mij is het een M16 die ik nu vast heb. Yep, komen ze weer. Yep, dit is een M16. Yep. Ah, shit man, wat een double kill. Hij killde mij en ik killde hem. Maar we hadden daar wel een mooie streak hier. We zijn meteen van 5 om 2 of zo. Of 5 om 3. Zijn we naar 16 om 3 gegaan. Dus dat was echt, echt een hele, hele goede streak. Vind ik zelf. En we speelden gewoon heel erg rustig. En dat is nou net... hetgene wat ik ook moet doen in dit potje, gewoon rustig spelen, want anders gaat het dus helemaal fout. En dat gebeurde aan het begin van dit potje. Het ging helemaal fout omdat ik gewoon te snel erop af wilde rennen. En daar is dit potje niet voor bedoeld als het ware. Hij zit hier binnen, vriend. Heb je een medic nodig hier? Kut, waar is de ingang? Oh, hier. Oh, die vent is zo hard geraakt, hè. Oef. Jammer. Ik word gesniped, teammate. Weg hier. Joch, liever niet gesniped worden. Ze gooien granaten terug, ik moet hier weg. Oh, die vent, die killt me letterlijk in 2-3 kogeltjes, man. Lucky kill was dit van die gozer. En nu mijn teammate hem, lekker, jongen. Maar mijn teammate zit kaart te campen dan. Want die staat er serieus al het hele potje. Ik weet niet waar hij mee bezig is, maar hij staat letterlijk al het hele potje op dezelfde plek. Dus hij zal het vast wel leuk vinden of zo om te doen. Maar ik vind dat niet leuk, teammate. Want je kon ook achter me aanrennen. En dan konden we het samen doen. En nu moest ik alles alleen doen, omdat ik kaart staat te campen. Kijk maar hier, daar. Evrefrip. Of Evrefrip. Weet ik veel hoe die vent heet. Het keimer ik echt keihard te campen, jongen. Dat is niet normaal. Maar goed, dat zal wel zijn speelstijl zijn of zo. Ik heb er ook geen idee van. Het enige wat ik zeg is dat het een beetje noep is om te doen, natuurlijk. Maar ja, als je het zelf leuk vindt, dan moet je het lekker doen. Zolang ik er geen last van heb, vind ik alles goed. Lekker, nu had ik jou, jongen. Hij zit daar, daarachter. Yep, daar is die. Oh, hij is zo weak, jongen. Holy shitballs. Ja, nog één naast me. Oh, man. Mijn assassin teammate ging ook dood, want die rende er te ver in. Ik dacht, ik blijf nog een beetje op afstand staan, alleen... ik kreeg geen enkel coverfire gewoon, want kijk, die vent rent nog steeds rond. En dat komt door die ene kutcamp teammate. Die ook nog eens een spambeacon overal op staan. Die vent, oh yo gek. Ik heb geluk dat ik niet in het andere team zit, want dan had ik zo'n harde camper tegen me, joh. Dus dankjewel dat hij niet bij mij in het team zit, Battlefield. En holy shit, ik sta aan de hands. Juist zag ik staan op de minimap. Vrienden, er staat er nog één op mijn minimap. Maar ik zit half vast hier. Dat was de sniper weer. Die sniper die rent er altijd op af op een of andere manier. Ik weet niet wat zijn doel daarmee is, maar... als je snipt kan je beter wel blijven staan. En niet er zo hard op afrennen als die deed, dat doet die gozer. En nu staat hij wel helemaal achterin, zie je? Maar dat deed hij net dus niet. Net deed hij het tegenovergestelde ervan.
kut. Sorry. We moeten nog 12 kills maken, maar ik zit hier vast bij die klote steen, man. Wie heeft het verzonnen om daar zo'n kutsteen neer te leggen? Ik zit vast! Ik wil naar achter, maar ik kan niet naar achter, want ik vast zit, man. Oh shit, 2 hitmarkers. Ik wil hem killen. Ik heb hem. Ik zit nu gewoon te kutten, man. Ik heb hem nog zo hard geraakt ook. Maar dit is natuurlijk een revolvertje. Die kan alleen maar van dichtbij schieten. Maar holy shit, nou, ze blijven bij de hand op één plek spawnen, die fans. Ik heb 24-6 aan scoren. Maar ja, dit is nou niet echt het allerbeste potje. En mijn teammates, kijk, er zijn heel veel van mijn teammates de campers. Zoals je kan zien op mijn minimap. En daardoor spannen ze niet op een andere plek, omdat mijn teammates staan te campen. En dan gaat het dus niet goed gewoon. Omdat natuurlijk die spans wel een paar keer per potje moeten flippen. Maar dat gebeurt hier niet door mijn leuke teammates. Die niet weten hoe ze een linker controle moeten gebruiken. Of een linker knokkel. Maar ja, dat kan natuurlijk gebeuren. We hebben het potje gewonnen, dat gaat om. Enemies zijn ook allemaal geresequit. Ik heb 25-7 als eindscore. En de camp, hoeveel staat die? 13-0. Hey maat. Ik heb meer kills dan jou. En ik heb een betere score dan jou. En je hebt het hele potje op één plek gestaan. Je hebt 13 kills. 13 kills. Wow. Ah, goed gedaan toch van die gozer, of niet? Mensen, dit was potje nummer 1. Ik speel gewoon omdat het kan een tweede potje erachteraan. Dus ik hoop jullie ook weer te gaan zien bij game nummer 2. Dus tot zometeen, mensen. Alright, boys. Welkom bij natuurlijk game nummer 2. Dit is wel een klein playing gamepje. Maar ja, dat maakt natuurlijk niet heel erg veel uit. Het is op de map Lumpini Garden. Van natuurlijk de Dragon Teeth DLC. We gaan kijken wat we kunnen gaan doen. De graphics zijn nog even aan het laden. Dus we moeten daar nog even wachten. Want ze hebben nu nog geen gras. Ik wil gras hebben, Battlefield. Geef me gras terug. Ja, dat is mijn gras. Dankjewel. Hey, deze map vind ik heel erg chill om te spelen. En ik ken hem natuurlijk ook al een beetje uit mijn hoofd. Want we hebben een paar afleveringen geleden deze map ook gespeeld. En we moeten goed gaan opletten. Goed gaan concentreren. Want het is ook al een playing game. En ik wil wel graag... Kut, zo zit een enemy naast me. Ik wil wel graag... Dit potje. Win. Ik revive mijn team met Express niet. Want er staan hier allemaal... Enemies. Maar... Het zal wel. Ik zie helemaal niemand. Dus het zal wel. Mijn teammate werd afgeknald door iemand. Maar ze staan hier boven me. Dat weet ik wel. Alleen, daar kan ik niet zomaar naar boven rennen. Want dan word ik sowieso afgeknald. Dus ik wil helemaal gewoon omlopen. Ik laat die campers gewoon zitten waar ze zitten. Want hier zitten namelijk heel... En ik had heel erg veel enemies. Dat zijn er 2. En nu moet ik weer omdraaien. Want waarschijnlijk spannen ze nu ergens bij me. Ik moet even rustig aan doen. Nog 1 keer daar bovenop de camper. Die laat ik lekker zitten waar die zit. Of nou, ik kan hem eigenlijk wel pakken. Wacht, we pakken hem wel gewoon. Fuck it. Moet ze nu alleen niet naast me spannen, want dan ga ik namelijk dood. Dus kom op. Teammate, volgens mij zit er een achter jou aan. Ja, teammate. Yep, dat kon ik wel vertellen. Yo. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik heb nog 18 kogels. Meer dan genoeg, want die camper zit nog steeds boven me. Namelijk. Ik zat die vet te trollen, jongen. Holy shit, ik heb nog 4% health. Nou, hoppatee, medicpoxje erbij. Oké, we hebben nog... Hoort hij bij me? Oh, thanks, maat. We hebben nog genoeg ammo. Namelijk nog ongeveer 70 kogels. Dat is meer dan genoeg, natuurlijk. Maar we moeten wel goed blijven opletten hier, man. Even kijken waar ze weer span. Oh, ik word gesnijpt, Hij zit bovenop, ik zag hem. Hij zit daar. Yep, ik heb hem. Dat is opletten geblazen. Want als ik nu had opgelet, dan had die vent mij zo door mijn kop heen geknald. Maar ik zag hem gelukkig net. Jou zie ik ook, maat. Ja, ja, dat is jammer, hè, voor jou. Dat ik jou even zag zitten. Kut, komt er één naar me toe. Yo, jou heb ik ook nog. We gaan hier hard, jongens. Holy shit. Dat is die headclash fan, man. Komt een granaat aan, vriend. Kut, er zit er één naast me. Ik moet die weg. Ik moet even terug naar mijn teammates, want er zit er namelijk hierin. Holy shit, hey, ik rest zo zijn richtpunt in. Kan je me die 5? Nee, doe maar niet. Niet meer die 5, niet doen. Niet doen, want ik wil ammo hebben. Laat me maar lekker doodgaan, want als ik weer opnieuw span heb ik natuurlijk al mijn ammo meer. Maar ik rende recht zijn richtpunt in, maar dat was niet helemaal mijn bedoeling. Maar hij draaide zich opeens om. Dus die had ik ook niet zien aankomen. Maar goed, dan zijn we doodgegaan en hebben we meteen weer nieuwe ammo. En ik moet weer even het randje op, thanks. En dan kunnen we weer doorrennen, man. We gaan hier echt hard. We hebben ook meteen de voorsprong genomen. Dat is natuurlijk alles wat je wil. Campertje, komt-ie. Dus dit gaat goed.
vieze camper die je bent. Vieze camper die je bent. Zo, dat ding is sterk, man. Ik weet niet wat dat voor equipment was. Dat was een camera. Die heb ik nog nooit gezien, joh. Ik ben ook een Battlefield noob, dus waarschijnlijk zal het wel handig zijn of zo. Maar ik heb er geen flauw idee van, joh. Ik zag gewoon een mooie camera staan, maar fuck die camera. Ik wil kills krijgen. En kutsnipers, komen ze weer aan. Yo, jou heb ik. We hebben een battle pack unlocked. Woo! Oh, yo! Hoe bedoel je, we gaan campen in Team Deathmatch? Holy shit. Zo, jongen, wat een vieze campertjes. Ik moet hier gaan liggen, want er zit er een voor me. Yo, daar is die. Ik wou het net zeggen. Teammate, kom hier die 5. Blijf liggen waar je ligt. Alsjeblieft. En ik moet wel meteen weg, want er zitten snipers op je te scopen, maat. Ah, hij zegt mooi thanks in de chat, alsjeblieft. We moeten gaan opletten, want er lopen hier namelijk nog steeds enemies. En er zit er echt een stuk of 5, 6 bovenop. Merken. Die heb ik ook, nice. Die is bijna dood, die is bijna dood. Yo, die heb ik ook en nu gaan we naar boven, nu gaan we naar boven. Ik heb nog genoeg ammo, we zijn ook meteen gereload. Nu moeten we de campers killen, man. Campertjes, ik kom voor jullie, jongens. Ik kom jullie halen. Wacht maar. Wacht maar, jullie gaan eraan. Wacht maar, wacht maar, wacht maar, wacht maar, wacht maar. Ah, zijn ze nou serieus? Ah. Kut teammates, ik wou kills hebben. Fuck, man. De teammates hebben iedereen al gekilled. Ik loop weer heel mooi naar boven. Nee, hoor. Nee, hoor, iedereen is al dood. Fuck jullie, ik ga weer naar beneden, ja. Hoppatee, parachute erbij en we kunnen weer. Nog 18 kills. Ja, zie je wel zo'n span hier. Ik had al zo'n voorgevoel, man. Ik schoot expres niet, want ik wou even die headglush pakken. Dan had ik een extra voordeel namelijk op die enemies. En dat is nog mooi uitgepakt ook. Gaat er één keer naar boven van de enemies. Kan ik die kill op deze manier? Nee, hij staat... Nee, dat is mijn teammate. Ja, ik heb een hitmarker op hem. Hij zit hier. Hij zit hier, boven. Eén verdieping naar boven, jongens. Ik pak hem wel. Nee, ik wil de kill. Rot op. Ik heb hem al geraakt. Dat is mijn kill. Lekker voor, dat is mijn kill. Ik zei het je. Oprotten. Want we hebben weer een beetje willen kills hier. Lekker op er een naar je toe, teammate. Nee, nu op mij schieten. Ik schiet op die enemy daar, oh. Oké, laat hem maar zitten. Volgens mij hebben we echt een hele goede score, man. Teammate, hier. Je hebt een medkit nodig. Hier, alsjeblieft. Ik ben aardig ook nog eens. Ik zit gewoon mensen te reviven. En staan weer allemaal bovenop. Wacht, we rennen even door. Niet gesnijpt worden, alsjeblieft. Nee, hey, oh my god, die deed pijn. Die deed pijn. Oké, snel klimmen. Klim. Nee! Motherfucker, man! Ik was bijna in dat fucking... bijna in dat ijzeren kubetje gekomen, jongen. Ah, de kutcampers. Het is niet normaal meer. Holy shit, ze kunnen het potje niet winnen. Ze gaan ze maar lekker met z'n allen erbovenop campen. Ja, daar heb je niet op terug, hè? Hoppatee. Laat je kop zien dan. Als je een man bent, laat je je kop zien, vriend. Oké, doen ze niet. Ze zijn bang. Nog 5 kills, jongens, en hebben we gewonnen. Zit er nog wel? Zit er nog eentje bovenop, maar die kan ik niet zien. Enemies, we moeten nog 4 kills. Jullie gaan verliezen. Had je maar niet moeten campen. Want nu heb je keihard... En ik heb hem dan dennoch dood ook. Dat is zo vies, hè. Die headglitch in Battlefield. Kijk, zie je, net zijn helmpje steekt uit. De headglitch in Battlefield, die zijn nog groter dan in motherfucking Call of Duty. Dat is niet normaal. Maar we hebben een hele goede score neergezet hier. We hebben 19 kills opgepakt. Terwijl we gewoon in het potje kwamen toen er al 40 kills waren gemaakt. Dus van de 60 hebben we er 19 kunnen oppakken. Ik hoop dat jullie hebben genoten, mensen, van deze Battlefield aflevering. Als je hebt genoten, geef het natuurlijk een duimpje omhoog. Dat helpt mij enorm. En het waren twee lekkere potjes natuurlijk. Met de SAR 21. En we hebben nog een Battle Pack gehaald ook. Kijk maar, bam. Battle Pack. En we hebben nog een Server Star gehaald. Dus dat is volgens mij 1500 XP of zo. Ik heb geen flauw idee. Bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet niet te liken voor meer. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye.